We zitten hier met Peter Teffer. Het is 6 april 2020, midden in de coronacrisis. Peter, wij zouden eigenlijk een gesprek hebben over een boek dat jij hebt geschreven. Je zou bij mij in de studio komen. Nu zitten we te skypen, want dat gaat allemaal niet meer zo goed. Hoe gaat het met het PR rond jouw boek? Ja, daar heb ik inderdaad wel een beetje pech mee gehad. Want ongeveer 2 uur voordat ik de presentatie zou hebben in Amsterdam, bij Spy 25, werd ik gebeld met de mededeling dat het allemaal niet door kon gaan. Daar hadden er meer dan 100 mensen aangemeld. En dat was nu net het grenscriterium waarbij evenementen werden afgelast. Dus helaas, op het laatste moment kon dat niet doorgaan en moesten mensen naar huis. Dus je bent eigenlijk een van de eerste slachtoffers van het coronavirus? Nou, dat zou ik zo niet zeggen. De eerste slachtoffers zijn natuurlijk de mensen die ziek zijn geworden. Ja. En slachtoffer is wat dat betreft een veel te ernstig woord voor de mensen zoals ik, die er een beetje pech bij de gevolgen van. Maar wel, jouw hele PR-campagne is natuurlijk in het water gevallen. Dat is natuurlijk wel een punt dat juist op de dagen dat je hoopt dat er aandacht voor het boek kan zijn, begrijpelijkerwijs de aandacht elders ligt. Maar gelukkig voor het boek zijn er toch nog wel wat besprekingen geweest, wat interviews. In de Volkskrant heeft een artikel gestaan en nu heb ik die eer om met jou hierover te praten. Dus, ja, laat het boek nog even zien. Laat het boek nog even zien. Het lijkt Washington wel. Hoe lobbyisten Brussel in hun greep hebben. Ja, dat gaat inderdaad. Jij hebt zelf ook in Brussel gewerkt, hè? Ik heb 5 jaar de EU gevolgd bij EU Observer. Dat is een Engelstalige nieuwswebsite. En daar heb ik gevolgd hoe op de Europese schaal beleid werd gemaakt over klimaat, energie, transport, voedsel. En na 5 jaar besloot ik een boek te schrijven. En een van de overlappende thema's in alle artikelen die ik heb geschreven en alle onderzoeken die ik heb gedaan, was het lobbywerk. Dus dat leek mij een interessant uitgangspunt om eens te beschrijven wat die Europese Unie nou eigenlijk doet. Ja, want er is een enorme apparaat van lobbyisten van diverse kanten daar. Hè? Dat weten de mensen niet. Maar wat in Europa wordt beslist, wordt niet zomaar besloten door een aantal politici of een aantal leiders. Maar daar wordt de hele tijd invloed op uitgeoefend. Sowieso voordat er een besluit op Europees niveau wordt genomen, zijn er heel veel verschillende spelers die daarbij betrokken zijn. De bekendste zijn het Europese parlement, de Europese commissie en ook de lidstaten, of juist de lidstaten moet ik zeggen, hebben daar invloed in. En dat zijn ook weer allemaal verschillende ingangen voor die lobbyisten. Hoeveel dat er zijn, daar lopen de schattingen over uiteen. Ergens tussen de 20 en 35.000 lijkt het meest aannemelijk. In Brussel alleen al. In Brussel alleen al. Dan laten we nog buiten beschouwing dat in de hoofdsteden ook gelobbyd wordt. In Den Haag worden natuurlijk de verschillende ministeries worden belobbyd. Zodat die minister, als die naar Brussel gaat, weer een bepaald belang met hem of haar meeneemt. Ja, en de meeste lobbyisten, of de beste lobbyisten, die zijn in dienst van het bedrijfsleven, begrijp ik toch een beetje uit jouw boek. Of, het is zo dat de bedrijven de beste uitgangspositie hebben, omdat zij natuurlijk veel kapitaal hebben om lobbyisten in te huren. En wat er vaak gebeurt, eurocommissarissen die spreken met mensen uit het veld en die krijgen toch vooral heel veel verzoeken uit het bedrijf, de bedrijfshoek. Is ook logisch, want er zijn veel bedrijven die zich vertegenwoordigen in Brussel, want die hebben het geld ervoor. En degenen die het publiek belang vertegenwoordigen, vaak zijn dat non-profits, NGO's, die zijn met een stuk minder, want die hebben daar helemaal minder te besteden. Ja, en je schreef ook, dat wist je, dat ook de NGO's zijn die gewoon vanuit Europees geld worden betaald om als lobbyer een soort tegenwicht tegen al het geweld van het bedrijfsleven in te voeren. Klopt, je hebt een aantal sectoren waar het heel erg moeilijk is gebleken om een lobbyclub op te zetten die het publiek belang verdedigt. De financiële sector is er daar één van. De financiële lobby is enorm machtig, heeft heel veel geld te besteden aan lobbyen. Maar het is heel moeilijk om de gewone man en vrouw te overtuigen dat daar een tegenlobby tegenover moet staan. Kijk, het is relatief duidelijk om uit te leggen, we moeten panda's beschermen, dus doneer en dan gaan wij in Brussel daarvoor lobbyen. Maar het is veel moeilijker om te vragen aan mensen dat ze doneren
om bepaalde ingewikkelde financiële richtlijnen zo te laten ontwerpen dat de burger daar wat aan heeft. Dus heeft op een gegeven moment de Europese Commissie, na verzoek van het Europees Parlement, wat geld beschikbaar gesteld voor een lobbyclub genaamd Finance Watch. En wat zij doen is juist bij nieuwe richtlijnen over de bankenwereld bijvoorbeeld zeggen, maar wat betekent het nu voor de gewone burger? Dat is natuurlijk een beetje een paradoxale situatie, dat de Europese Commissie dus geld uitgeeft aan een club die vervolgens bij de Europese Commissie aanklopt om te zeggen, vergeet de burger niet. Maar dus in Nederland is dat precies hetzelfde natuurlijk met lobbyclubs als Urgenda en Milieudefensie. Die ook vanuit het geld van de overheid betaald worden deels om en daar actie tegen voeren. Maar goed, we zouden het nu over Brussel hebben. 35.000 lobbyisten maximaal schat jij in. En vaak kantelden de belangen toch richting het bedrijfsleven. Uiteindelijk. Dat is een stelling die ik ook in jouw boek tegenkwam. Dat is waar. En dat heeft niet alleen te maken met die, zeg maar, asymmetrie, met het feit dat er veel meer bedrijfslobbyisten zijn en dat die veel meer geld te besteden heeft. Maar dat heeft ook met te maken met dat de Europese Unie toch in de kern uiteindelijk een economisch project is. Het is begonnen als de economische gemeenschap voor kolen en staal tenslotte. Precies, om bevoegdheden. Wanneer de Europese Unie regels stelt, dat kan alleen maar als de lidstaten dat goedkeuren. Dus dan moet je bedenken, waar zijn die lidstaten het meest over eens? Dat is het belang van de economie. Ze zijn het redelijk eens dat het milieu moet worden beschermd, maar niet op dezelfde mate als dat ze het eens zijn dat de economie vooruit moet. Dus krijg je dat de economische kant van de zaak vaak als eerste wordt bekeken. En pas later is er een meerderheid voor om op milieugebied op zijn Europees op te treden. Dus even kijken, je zit nu thuis opgesloten ook tijdens deze crisis. Kun je vanaf hieruit Europa in de gaten houden? Gebeurt er nog iets op dit moment of zijn die ook allemaal bezig met corona? In Brussel is ook nu alles corona. Ook de gesprekken die er afgelopen tijd zijn geweest over bijvoorbeeld de nieuwe begroting, die gaan ook allemaal in het kader staan van hoe komen we de economische gevolgen van corona weer te boven. Ik schrijf nu vooral voor Follow the Money, een journalistiek platform, waarbij ik onder meer ook kijk naar hoe de Europese Unie zich hoe die zich beweegt en wat ze daar aan corona doen, aan maatregelen. En een van de dingen is dat ze bepaalde subsidies die er al bestonden, die hebben uitgebreid en gezegd, voortaan kun je die ook besteden aan gezondheidsmaatregelen, mondkapjes en dergelijke. Ja, maar ik heb nu al gelezen, en jou als deskundige ga ik toch vragen, er zijn al critici die zeggen, gaat de Europese Unie deze coronacrisis wel overleven? En kan ze in de huidige vorm wel blijven voorbestaan? Als je nu ziet de ruzie tussen noordelijke landen als Nederland en Italië bijvoorbeeld. Wat denk je daarvan? Ik heb lang genoeg over de Europese Unie geschreven om te weten dat je niet altijd bepaalde voorspellingen moet doen. Het kan alle kanten op gaan. Er is inderdaad de afgelopen weken behoorlijk wat hoogoplopende spanningen geweest tussen onder andere Nederland en een aantal Zuid-Europese landen. Dat ging zoals heel vaak over geld. Dat zal altijd wel een heikel punt zijn, want elke lidstaat kijkt toch altijd naar zijn eigen belang. Wat heb ik eraan dat ik in de Europese Unie zit? Wat krijg ik ervoor terug? En zolang dat de belangrijkste drijfveer is, wordt het natuurlijk moeilijk om op een Europees niveau echt solidair met elkaar te zijn. Maar we zien nu ook in de afgelopen dagen dat er weer een kantelbeweging is en dat ook de Nederlandse regering zich iets meer solidair probeert te laten zien. Of verklaart, maar misschien is het alleen maar voor de show natuurlijk. Dat zal moeten blijken, ja. Oké, ik wou het hierbij laten. Peter, heel erg dank voor je tijd en voor je moeite. En beste kijkers, heel interessant boek. Laat nog één keer zien, Peter, dat boek van je. Want de Europese Unie, het lijkt Washington wel. Maar we hebben één voordeel hier in Europa. We hebben hier geen leider die heet Donald. We hadden Donald Tusk en zij hebben Donald Trump. En het is maar, beste Tusk kijkers, is inmiddels afgetreden. Ik wou zeggen, wij hadden Charles Michel.
Ja, wij hadden Donald Tusk inmiddels weg. Zij hebben Donald Trump. En we sommige mensen hopen dat hij weggaat. Ik ga er geen commentaar op zeggen. Peter, heel hartelijk dank voor dit gesprek.